ik ben René Lammers. Ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Zandvoort, wat fantastisch is, omdat je bij de zee zit. En bij het circuit natuurlijk. Ik vind het circuit heel leuk, omdat mijn passie is racen. En ik zou het geweldig vinden om hier later in de Formule 1 in de Grand Prix mee te rijden. Nou, we zijn eigenlijk heel relaxed, even een rondje over het circuit aan het rijden. Ja, we hebben hier geloof ik een half jaar geleden voor het laatst gereden, dus we rijden hier bijna nooit. Dus op zich is het wel leuk, want dit is een van de weinige keer dat René hier met de auto rijdt. En we moeten ook rustig rijden voor het interview, maar hij begint al gelijk veel te hard te rijden, denk ik. Dus, René, hoe is dat om met een auto over circuit Zandvoort te rijden? Ja, ik vind het altijd leuk om in een auto te rijden. Ja, het is natuurlijk mijn passie racen. Je passie is racen, wat vind je van het circuit? Ik vind het circuit met heel veel hoogteverschil, bijvoorbeeld deze blinde bocht. Het circuit het is ook midden in de duinen. En ik vind het eigenlijk het leukste nog wel dat het gewoon dat ik hier gewoon leef. Dat het gewoon in de stad is waar ik woon. En je zei dat René, je wil graag de autosport in. Ja, wat is je droom? Wereldkampioen van de Formule 1. Ja, echt de Formule 1, die kant wil je op. Ja. Vol. 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 Ik ben nu stappen aan het maken met het karten. Je hebt dit jaar in Italië gereden. Ja. Hoe was dat om in Italië te karten? Ja, superleuk. Eigenlijk het hoogste niveau van overal is het daar en het is goede competitie. Ja, en hoe heb je het daar gedaan? Het is een beetje arrogant om over jezelf te zeggen, maar ik wel goed, want ik heb daar, even kijken, 4 races gewonnen volgens mij. Ja, 4 of 5. Dus ja, dat is heel goed eigenlijk. En hoe vaak heb je nu al gereden in de auto hier? 5 keer denk ik, 4 keer. Ja, 4 keer. Jan, hoe is het voor jou om te zien dat René, 12 nog, in een auto over circuit Zandvoort gaat? Nou ja, ik zie natuurlijk dat hij zit de meeste tijd op de kart. En hier, wij spreken even af van nou leuk hè, vinden rondrijden een interviewtje te doen. En ik merk al heel snel dat interview, dat boeit het natuurlijk maar gedeeltelijk, want hij wil gewoon gas geven. Ja. Maar goed, en ik zie gewoon dat die omschakeling van de kart naar de auto, ik denk dat hij dat wel snel gemaakt zal hebben als dat aan de orde is. Maar ik vind het leuk om te zien hoe snel hij al omschakelt, want we rijden hier echt bijna nooit. De laatste keer was een halfjaartje geleden. En toen was het ook heel rustig. En wel leuk om te zien. Dus, wat is het plan? Hij zal nog wel een paar jaar karten, neem ik aan. We zijn nog wel een jaartje of 4 aan het karten, denk ik. We hebben een paar leuke races gewonnen dit jaar. Maar we willen niet de fout maken om dan gelijk door te gaan naar de volgende klasse. Want ik vind een race winnen, dat vind ik nog 2 verschillende zaken, weet je. Ik wil dat hij nog... Dus hij heeft 4 of 5 races gewonnen, maar er zijn er nog wel 3 die hij had moeten winnen. Waar hij tweede werd, weet je. Dus wat ik fijn vind is om nu nog een halfjaartje door te gaan in deze klasse, dat is de mini-klasse. Dus dat hij beter leert zijn races op te bouwen en voor te bereiden en uiteraard winnen. Dus ja, hij heeft een paar keer gewonnen, maar ik wil dat hij vertrouwd raakt met dat winnen. En dan gaan we door naar de volgende klasse. En dan is de bedoeling dat in de volgende klasse natuurlijk ook gebeurt. En daarna enzovoort. Dus ja, winnen is voor ons ook de enige weg vooruit, weet je. Ja, ik vind het eigenlijk leuker om in een auto te rijden. Want het is... Maar als ik in een race zit, vind ik het wel leuker om in een kart te rijden.